gaat ook over een andere betutteling. Het gaat over de 70 kilometer per uur bijvoorbeeld. We hebben files vandaag van 300 tot 400 kilometer. Er komt daar een wijsneus, Ben Weitz. Iedere zondag heeft hij een nieuwtje. En de zondag is Ben Weitz-dag. En vandaag gaan we met 70 kilometer per uur rijden. We staan met 300, iedere dag 300 tot 400 kilometer per uur in de file. Wat zegt die klojo? Die zegt die nog, we gaan dus al 70 per uur rijden. Je neemt de statistiek van BIV. Als er één regel gerespecteerd wordt, is het de regel van 90 km per uur. Bij 70 km per uur rijdt men al gemiddeld 5 km te veel. Bij 30 km per uur wordt overtreden door 93% van de automobilist. Het is bijna onmogelijk om het te lijn. Er komt daar een wijsneus zeggen dat we nu nog langer moeten stilstaan zonder één enkel alternatief kan te geven. Kan dat soms zijn misschien idee van veiligheid die in zo'n voorstel besloten ligt, dat gewoon populair is? Oh, ik denk dat het in het algemeen te maken heeft met iets wat ik eigenlijk een soort micromoralisme noem. Hè. Dus omdat politici hebben nog heel moeilijk grip op de grote verhalen, op de grote debatten die zijn uitbesteed aan internationale instellingen. Dus ze zijn daar een beetje zelf speelbal eigenlijk van de gebeurtenissen. Maar op zo'n kleine schaal, zo'n kleine dingen, kan je natuurlijk als politicus wel nog het verschil maken. En dat willen ze natuurlijk allemaal. Alle parlementsleden willen graag hun eigen wetsvoorstel erdoor krijgen. En dan krijg je inderdaad een aantal zotternijen, zoals we hebben ooit een voorstel van Groen gehad, die de afbeelding van tekenfilmfiguurtjes van Studio 100 van de koekendozen wilde verbieden. Ja, dat is natuurlijk de grens voorbij.